plaatsen. Heb ik een tussenstand voor u bij de meisjes B en dan onderdeel de speerwerpen. Daar gaat aan de leiding de Rio PR en helaas nog wel vooraan op de vierde plaats aller tijden. Is het met 48 meter 58 Emma van Arendon. Op een tweede plek met een 45-62 zien we Davy Lafontaine en op een derde plaats Lotte Buffer en zij heeft 43-03. Het is dan in het rood met zwart van de energie, maar ik draai het voor Ken Rutgers. Uitslag 1500 meter, de finale bij de meisjes. Tweede overwinning voor Merel van der Marel. Haar lange leer 4:43, 6:70. Anna Heidbouwer, Sico, 4:44, 88. En dan niet vertellen van Renno Rellingen, 4:46, rond. De bel krijgen bij deze jongens in de finale 1500 meter. Mark Naaier, Jake Rutgers en Max Polak. De 200 meter zien we een versnelling van Ken Rutgers. Hij sluit aan bij Mark Naaier. Laten we het op de laatste meters aankomen. Het rood met zwart van energie, het wit met rood van alweer 81. Mark Naaier, Ken Rutgers. Het wordt een sprint hier voor de overwinning. De nieuwe Nederlandse kampioen 1500 meter bij de jongens B is Kik Rutgers.